En jongeren van het district Sipaliwini worden gemotiveerd om verder na te denken over hun studiekeuze en ondernemerschap. Afgelopen woensdag hebben het Nationaal Jeugdinstituut en het Practitioner for Communication Coaching and Counseling Instituut de handen in elkaar geslagen om dat te bewerkstelligen. Het evenement is tot stand gekomen door de jeugdraadsleden Jonathan Vrede en Magafi Oyeru van het district Sipaliwini. De motivatiesessie begon met de vraag: wie ben ik? Het is van belang dat onze jongeren weten wie ze zijn en wat ze als doel hebben gesteld in dit leven. Dit is alvast een stap in de goede richting om onze jongeren te motiveren verder na te denken over hun toekomst, zei jeugdraadslid Jonathan Vrede. Aan het project hebben ruim 50 leerlingen meegedaan. Met deze motivatiesessies wil de jeugdraad er naartoe werken om de achtergestelde positie van het binnenland te veranderen. Er is een stichting in het leven geroepen die de belangen van de jongeren in het district Sipaliwini moet gaan behartigen. De voorzitter van deze nieuwe stichting, genaamd Stichting Jongeren van Sipaliwini, is Jonathan Vrede.